Hallo mensen, daar ben ik weer even. Vandaag gaan we weer een beetje een lang rondje maken. Weer door een prachtige natuurgebied, de Rotte Gemeente. De Rotte Gemeente. En vandaag, of eigenlijk vannacht, heeft het lekker gevroren. Overal zit prachtige rijp op. Dus ik hoop als ik in de gemeente loop dat het daar ook prachtig is. En dan neem ik jullie weer mee. En dan hoop ik jullie weer wat mooie plaatjes te laten zien van mijn tochtje door de Rotte Gemeente. Zoals jullie zien, heb ik me vandaag ook wat anders gekleed dan normaal. Normaal loop ik heel lang in een korte broek. Een korte tijd. Maar nu, gezien deze weersomstandigheden, is het denk ik verstandiger om het langzaam te trekken. Ook heb ik een thermo aan. Het houdt je lichaam toch wat langer warm. Ondanks dat je zelf wel in beweging bent. Maar toch maar even in het lang. En ik moet toegeven, het is best wel lekker. Al heb ik het zelf snel warm. Maar toch is het wel lekker dat je lichaamswarmte een beetje vast kunt houden.
Vorige keer had ik dus, meende ik, een paaltje gemist. Waardoor ik op een verharde weg uitkwam. En als je onverhard wil lopen, is dat dus niet de bedoeling. Ik ben wel thuis gekomen. Maar ja, zolang er asfalt ligt, kom je thuis. Maar goed, nu heb ik het paaltje ontdekt. En ik loop nu weer lekker door het knollenland richting het begin van mijn loopje. Het zou ongeveer een route moeten zijn van zo'n 15 kilometer. Nou, dat is echt geweldig, mensen. Heerlijk. Ik heb het lekker warm. Het rijpt, het gaat alweer wat weg. De temperatuur stijgt weer een beetje. Het zonnetje komt erbij. Het is een prachtige dag. Ja, en nu? Ik ga door de midden. So. Done that. Zo, mensen. Ik heb een rondje door de meente erop zitten. Dat was inderdaad ongeveer zo'n 15 kilometer. En ik loop nu verhard weer terug naar huis. Lekker even uitlopen. En ja, wat moet ik dan nog meer zeggen? Het was een prachtig rondje. Mooi weer. Leuke dingen weer gezien. Ik zeg, ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden. En ik zeg tot de volgende keer.